Hallo mensen, welkom bij deze nieuwe video van Vragen van de Week. En welkom bij deze nieuwe video van Vragen van de Week. Ja, mijn mensen, welkom bij een nieuwe video van Vragen van de Week. We zijn er weer en ja, ik heb er zin in en ja, ik hoop jullie ook. En vandaag gaat het over de Gold Rush die april in de attractiepark Rotterdam. Nee, attractiepark Slagharen. En ja, daar kom ik sowieso niet in, als die alleen maar zijn. Want ja, ik zie in het voorjaar van 2007 de open attractie en het vakantiepark Slagharen de eerste triple launchstuk achtbaan van Nederland. Gold Rush. Deze nieuwe achtbaan brengt bezoekers van 0 naar 90 km per uur in 3 lanceringen en gaat 2 keer over de kop. Dus mensen, hij gaat 2 keer over de kop, ik kom er echt niet in. En achtergrondinformatie staat hier. In de Amerikaanse staat Californië komt een Gold Rush op gang als James Bay meshaal. Op 24 januari 1848 goud vindt uit. Alle windstreken komen goudzoekers die met simpele technieken rivieren en beekjes afspeuren. De technieken verbeteren en kleine dorpen groeien uit tot steden. Voor het vervoer van goud worden nieuwe transportmethodes of zoiets gebruikt, waaronder de stoomtrein. Hiervoor wordt een uitgebreid spoor- en stationnetwerk aangelegd. Dus dat betekent dat eigenlijk een soort van stationnetwerk eigenlijk komt. En ja, oh, nee, dat is een beetje de voorbeeld voor de attractie. Ik vraag me eigenlijk af hoe lang de attractie is. Ik ga het even opzoeken. Hoe lang is de achtbaan? Oh, ik kan hier zelfs zien wat voor attractie het is. Oh, ik kan het hier ook zien. Dus eigenlijk, vroeger, toen de tunnelloper nog was, toen was het iets van 13 jaar dat hij wegging. Het was iets van, ja, het was heel lang dat hij bleef. En ja, nu is hij eigenlijk weggehaald en ja, dan komt de Gold Rush. Zie je allemaal plaatjes, maar wat heb ik hier aan? Dat is toch. Kijk nou, hoe snel gaat de achtbaan. Nou, ik zie het hier niet staan, dus mensen, dit was de video, ik wel leuk vind je voor het laten. Duim mag dan abonneer het kanaal en tot de volgende keer bij een nieuwe video van Vragen van de Week. En als ik het ga vinden, dan ga ik de volgende keer bij Weekend met Remco, dan ga ik het verder vertellen over de Gold Rush. En tot de volgende keer. Doei! En volgende keer gaan we het hebben over Drunk en Robin Hood.
Doei.